Een frame in een frame. Met onze ogen zien wij een 3D-beeld, maar op het moment dat jij een foto maakt, dan is dat een plat beeld, een 2D-beeld. En je kan een aantal trucjes toepassen om dat beeld wat je maakt, door middel van je foto's, interessanter te maken. En een van die trucjes is een frame in een frame. Zoals je hier nu ziet, hebben we eigenlijk een soort van vakje van licht. En alles daaromheen, het plafond met het hout, maar ook de ramen hier en hoe die ramen zijn geplaatst, die wijzen eigenlijk allemaal naar dat frame. En op het moment dat we daar een onderwerp in plaatsen, op het moment dat we daar iemand in plaatsen die langsloopt, dan zal je zien dat die foto eigenlijk daar naartoe stuurt. En daar kan je dus hele interessante foto's mee maken. Dus dat gaan we even doen. Leuk dat je kijkt naar deze video over lijnen en perspectief in straatfotografie. Wil je nou meer leren over dit onderwerp? Kijk dan op zoomacademy.nl. Nou, wat ik hier dus zie is dat op zich het frame heel erg leuk is, maar op de achtergrond is een heel groot lichtbord. En dat vind ik een heel erg afleidend element. Dus dat element wil ik niet in mijn frame hebben. Dus wat ik nu ga doen is ik ga een stukje naar rechts, zodat dat lichtbord niet meer in mijn frame valt. En dat je eigenlijk juist die mooie Rotterdamse architectuur op de achtergrond hebt. Want het is niet alleen zo dat jij een frame wil maken. Je wil natuurlijk ook laten zien dat wat er in dat frame is, dat dat er al een beetje mooi uitziet. Wat daarnaast van belang is, is hoe meet jouw camera op dit moment licht. Je hebt namelijk schaduwen en hooglichten. En die schaduwen die mogen best wel een beetje donker zijn, maar die hooglichten die mogen niet overbelicht zijn. En nou hebben er gelukkig een hele hoop camera's een lichtmeetfunctie gericht op de hooglichten. En bij dit soort foto's kies ik ook altijd voor die lichtmeetfunctie, zodat mijn hooglichten niet overbelicht zijn. Vond je dit nou een interessante video en wil je meer te weten komen over dit onderwerp? Klik dan op de link in de beschrijving en volg de hele cursus.